We hebben beeld. Goedemiddag, even wennen aan het geluid hier. Ik ga jullie vertellen over hoe je websites toegankelijk kan maken. Ik kan er helaas niet alles over vertellen, ik kan er weken over vertellen. Ik heb slechts 40 minuten. Als jullie vragen hebben, stel ze gelijk. Dat maakt het wat interactiever en leuker. Ik ga vertellen waar je rekening mee moet houden, of tegen wat voor beperkingen je aan kan lopen. De aandachtspunten als je een website aan het bouwen bent en een aantal tips. Nou, ik ben dus Sjoe Ernst, geboren getogen Rotterdammer. Ik ben ooit eens als programmeur begonnen in Rotterdam en toen we aan het programmeren waren destijds, toen zaten we nog op van die hele mooie kleine schermpjes te bouwen van 80 tekens breed en 24 regels hoog, liefst met een groen lettertype. Was administratieve software, daar wilde ik uit. En ergens in de jaren 90 kwam ik met internet in aanraking. Ik denk, dat is gaaf, dat wil ik doen. Ik kwam toen bij een bedrijf terecht waar ik die kans kreeg. En sinds die tijd heb ik het internet niet meer verlaten. Sinds een aantal jaren ben ik adviseur, geef ik trainingen en bouw ik mee aan websites die toegankelijk moeten zijn. Vandaag sta ik hier als ZZP'er voor mijn bedrijf 200 OK. En kort mijn portfolio, waar ik overal heb gezeten. Daar linksboven zit WBVB, dat is Paul van Buren. Die zit er nu niet bij. Maar daar doe ik ook vrij veel mee samen. Die ken ik al een jaar of 20. En wij doen hele leuke projecten. Digitale toegankelijkheid. Het World Wide Web. Tim Berners-Lee heeft dat bedacht. Die schreef ooit, the power of the web is in its universality, access by everyone regardless of disability is an essential aspect. Hij had het al jaren geleden over de toegankelijkheid van het web. En hoe toegankelijk is dat web? Nou, als je hier naar de eerste pagina kijkt van het World Wide Web, die was waanzinnig toegankelijk. Het was alleen maar tekst, er zaten wat blauwe linkjes op en als je erop geklikt had, dan werden ze paars. Nou, alles werd heel mooi voorgelezen, dit was waanzinnig toegankelijk. Wat is er in de jaren gebeurd? We kregen table layout. Nou, het probleem met table layout is, als iemand blind is, het scherm niet kan zien, dan gaat hij zelf van links naar rechts lezen. En dat is vaak niet helemaal de leesvolgorde van jouw teksten. Flash kwam eraan, ook zo'n heel mooi product. Je moet weten dat met Flash dat je daar hele mooie toegankelijke applicaties mee kan bouwen. Alleen de meesten wisten dat niet. Die gingen met drag en drop gingen ze dingen in elkaar zetten. En vaak waren die dingen dus ook niet te bedienen met het toetsenbord. Nou, Flash is dood. Toen waren er nog de CMS'en. Nou, wat je vaak zag was dat de CMS'en zelf, die kwamen vaak vanuit de techniek, werden die opgeleverd en waren vaak hele handige middelen om je website mee te onderhouden. Maar er kwam ook vaak lelijke HTML uit. Je werd gedwongen om het schabloon te gebruiken die gegenereerd werd. Bijvoorbeeld in 2007 had ik ooit al eens een keer Drupal geïnstalleerd. En ik dacht, die HTML wil ik niet, ik wil schone HTML. Maar dat ging dus niet zo simpel. En dat hebben jullie natuurlijk met WordPress wel ook gezien. Er zijn heel veel templates en er zijn steeds meer toegankelijke templates, dat is heel mooi. Maar er zijn nog steeds templates die, ondanks dat je een toegankelijke WordPress hebt, nog steeds een ontoegankelijke website mee kan bouwen. Maar de CMS'en worden steeds beter en wat je dus nu ziet is dat er de opkomst van JavaScript frameworks. En dat is echt een ware hel als tester. Sjoe Dilder, ik wil het een beetje Rotterdamse houden, dus ik zag hier een hele mooie kreet van Sjoe Dilder. Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten. En ik vond dat een mooi brugje met als je kijkt naar een CMS. Je kan in de tijd dat ik mijn eerste WordPress site bouwde en daar
een toegankelijke website voor wilde maken, zat ik wat in de code te hacken om het mooi te krijgen. Het was niet goed, begreep ik op een gegeven moment, sorry. Maar het werkte wel. Ik had wel uiteindelijk een toegankelijke website gebouwd. En wat je natuurlijk ook kan doen binnen die perken is ervoor zorgen dat je ervoor zorgt dat het intern goed geregeld werd. En dat is bijvoorbeeld Rian Rietveld, die heeft de afgelopen jaar heel veel aan WordPress gedaan. En die heeft ervoor gezorgd dat dat ding steeds en steeds toegankelijker is geworden. En aan de andere kant heb je de gebruikers, de mensen die een bepaalde beperking hebben, bijvoorbeeld iemand die blind is, die kunnen vaak al, doordat ze gewend zijn dat websites zo crap zijn, zelf al trucjes uithalen om die problemen heen te stappen. Maar dat kunnen ze niet altijd en dan lopen ze vast en dat wil je niet. Nou, er is een wetgeving gekomen, de wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Die is er sinds 1 januari 2017 en eigenlijk heeft iedereen die hier zit daarmee te maken. Want als je kijkt wat hier staat, aanbieders van goederen en diensten moeten geleidelijk aan zorg dragen voor de algemene toegankelijkheid van mensen met een beperking. Nou, volgens mij is hier niemand die hier niet mee te maken heeft. Een hele goeie. Nou, je moet je voorstellen dat als jij een winkelketen hebt, dan kan je niet in één keer al die winkels toegankelijk krijgen. De paden zijn soms wel eens te smal. Wat je wel kan doen is, op het moment dat jij besluit om de winkel te herinrichten, dan neem je die toegankelijkheid mee. En dat bedoelen ze met geleidelijkheid. En zo kan je dat ook eigenlijk met websites zien. Ga niet in één keer alles proberen toegankelijk te maken, want vaak lukt dat niet. Maar probeer gewoon geleidelijk aan bepaalde dingen van je website te verbeteren. Of als je daarmee bezig bent, probeer dan gelijk die toegankelijkheid mee te nemen. Nou, webshops moeten dus ook toegankelijk zijn. En in Amerika heb je al regelmatig, zie ik daar rechtszaken voorbij komen van webshops die niet toegankelijk zijn, waardoor iemand die blind is niet kan profiteren van de aanbieding die zo'n webshop levert. Aanbieders van diensten, dat zijn er best wel veel. TV-kabelmaatschappij, telefoonmaatschappij, openbaar vervoermaatschappij, luchtvaartmaatschappij, banken, hotels. Dus ook al die apparaten buiten op straat van die banken, die pinautomaten, die moeten ook allemaal toegankelijk worden. Als jij ergens op straat moet gaan betalen, dat zijn allemaal dingen die toegankelijk gemaakt moeten worden. En ook daar zit een bepaalde geleidelijkheid in. Hè. Als we kijken naar het spoor, die stellen dat iedere keer is die deadline weer verderop. Maar uiteindelijk komen we op een moment dat rolstoelgebruikers zelf de trein in kunnen rijden. Dat ze niet meer een verzoekje hoeven in te dienen. Dat ze uit en in de trein worden gehaald. Nou, voor de overheid komt ook wetgeving voor wat betreft toegankelijkheid. Ook dat kan je raken, ook als je niet met de overheid betrokken bent, bij de overheid betrokken bent. De overheid is meer dan alleen maar een website van bijvoorbeeld rotterdam.nl. Maar als je bijvoorbeeld je afval laat halen, of dan kom je op andere sites terecht. En die moeten ook onder verantwoordelijkheid vallen van die overheid. Ja, die moeten ook toegankelijk worden. Nou, dat zijn dus de overheden, organen als de Rekenkamer, rechtspraak, de NOS, de Nederlandse Bank, Zorginstituut Nederland. Allemaal organisaties die straks ook, aan het nadenken zijn hoe ze die toegankelijkheid mee kunnen nemen. En die rij is veel langer hoor, dan wat ik hier heb staan. Ja, wat betekent toegankelijk? Dat betekent dat iemand zelfstandig kan handelen, onafhankelijk van tijd, zonder evenredig veel moeite, zonder extra kosten en gelijkwaardig. Dus dat betekent dat als jij een webshop hebt en iemand kan die webshop niet bedienen, of als je als gemeente een dienst levert en iemand kan 's avonds zijn paspoort daar niet aanvragen, ja, dan is dat, en ze zeggen van ja, maar dan kunnen ze de volgende dag bellen, dan is dat dus niet gelijkwaardig. Want je kan dus, die persoon die moet dus tot de volgende dag wachten om die aanvraag in te dienen. Plus, bellen is soms wel eens lastig, want als je doof bent, wordt bellen een probleem. De doelgroepen.
Nou, je hebt allerlei types van beperkingen. Mensen met een cognitieve beperking. Mensen die moeite hebben met leren en onthouden. Nou, met onthouden moet je je voorstellen dat er tegenwoordig is een trend om als je een invoerboxje hebt, om in het invoerboxje de tekst te zetten wat je daar moet invullen. Nou, zodra je daar één letter invult, zie je niet meer staan wat je er moet invullen. Heel vervelend. Zelfs ik vind het vervelend. Aandacht. Nou, de aandacht. Denk bijvoorbeeld aan ADHD. Als er bewegingen op het scherm zijn, dan ben je zo afgeleid. Dat is heel irritant. Wat ik zelf vaak doe is, ik maak mijn scherm wat kleiner en ik scroll net zo lang totdat het bewegende ding buiten mijn schermpje valt. En dan kan ik rustig lezen wat er staat. Nou, taal is ook iets wat sommige mensen hebben problemen met lezen. Dyslexie is, kan een probleem zijn. Dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. En dan hebben we fysieke beperkingen. Slecht functioneren van gewrichten of spieren. Zelf heb ik regelmatig last van RSI, omdat ik gewoon veel te lang achter dat ding sta. En ik merk wel dat als zodra ik veel bijvoorbeeld in Excel moet werken, dan gebruik ik iets vaker de muis. En dan moet ik iets vaker preciezer klikken. En dan merk ik dat ik al sneller last krijg van mijn arm. En ik probeer dus ook zoveel mogelijk mijn toetsenbord te gebruiken in plaats van de muis. Verbindende coördinatie, dat betekent dus dat als mensen ergens op moeten klikken en het is een heel klein klikvlakje. Of het verplaatst op het moment dat je erop klikt. Dat zijn vaak van die websites zoals OV9292. Die is dan nog aan het laden en op het moment dat ik op de knop klik of als ik ergens heen wil gaan, dan komt de reclame tevoorschijn en precies daar klik ik dan. Nou, sommige mensen kunnen niet eens met de muis bedienen, dus die zijn dus afhankelijk van bijvoorbeeld een toetsenbord. Nou, dan hebben we verschillende soorten visuele beperkingen. Mensen die blind zijn, slechtziend zijn en met slechtziend. Ook slechtziende mensen kunnen met een stok lopen. Mensen die heel erg alles van dichtbij goed kunnen zien, zien vaak niet waar ze lopen. Dus die lopen ook met een stok. Dus je ziet wel eens mensen met een stok lopen en netjes wachten op het verkeerslicht. En weten wel op tijd wanneer ze moeten lopen of waar ze heen moeten gaan of de ingang kunnen vinden. Maar die zien dat niet zuiver en precies. Maar die lopen dus wel met een stok om niet overal overheen te struikelen. Je hebt mensen met kokervisie, die zien een heel klein deel van het scherm. Ik ken iemand die is een designer die heel mooi kan tekenen, maar zij zit dus echt werkelijk met het papiertje vlak voor haar neus te tekenen. Meestal zit er ook wat van haar potlood op haar neus. En die heeft ook, als haar schermpje open staat van haar tablet, dan zie ik ook alleen maar een paar grote letters in het scherm staan. Die zit dus letter voor letter zit ze hele zinnen te lezen. Ja? Dat weet ik niet. Ik vind het zo knap van haar. Het zijn echt schitterende tekeningen. En zij weet blijkbaar nog steeds het geheel te bepalen. Daar kan ik me ook niet in verplaatsen. Ja, nee. Ja, het is progressief. Ja. Nou, dan heb je ook nog verschillende vormen van kleurenblindheid. Mensen die doof zijn. Of mensen die doof zijn. Je hebt mensen die vanaf hun geboorte doof zijn, die dus eigenlijk nooit iets met taal hebben gehad, dus nooit die taal hebben kunnen leren. En mensen die op latere leeftijd doof zijn en die begrijpen iets meer de spreektaal. Slechthorende. En je hebt zelfs mensen die doofblind zijn. En dat was voor mij een aantal jaar geleden, toen zat ik in de Tweede Kamer. Toen waren een aantal van die doofblinden, die waren naar de Tweede Kamervergadering gegaan. Die hebben dus twee tolken bij zich, die hun bij de hand vasthouden en dan vertellen wat er met de handbewegingen vertellen wat er verteld wordt. Het was voor mij echt. Ik kon me er ook helemaal niks bij voorstellen als je doofblind bent, wat je dan nog mee kan maken. Nou, doofblinden, dat is ook maar een hele beperkte groep. Ik weet ook niet. Oh, sorry. Of je rekening moet houden met doofblinden of met blinden. Ja,
Klopt. Je moet eigenlijk kijken naar hoe vaak komen bepaalde situaties voor of kom je dingen tegen. En ik denk dat doofblindheid is echt wel een heel klein deel van de Nederlandse bevolking die dit heeft. En ik weet ook niet precies waar je allemaal rekening mee moet houden. Ik denk dat als jij je website een goede constructie geeft, dan kunnen zij dus met braille kunnen zij al heel veel voor elkaar krijgen. En eigenlijk als je met blinde rekening houdt, dan hou je daar ook al rekening mee. Maar ja, het is natuurlijk wat ik altijd zeg van ja, als iemand doof is, dan moet je hem in staat stellen om bijvoorbeeld... Als iemand doof is, dan kan je ze niet laten bellen. Bij een doofblinde moet je met nog iets meer dingen rekening houden. Nou, dan heb je mensen die moeite hebben met spraak, mensen die stotteren. Ook die mensen die kan je dus niet een verplicht telefoonnummer aanbieden. Want die zullen waarschijnlijk niet zo snel of niet zo graag willen bellen. Ja, zijn hier wel eens mensen die in de omgeving zitten waar ze niet verstaan wat er gezegd wordt? Ja. Gisteravond was het ook druk. Ja. Nou, ik had laatst meegemaakt dat ik op het perron stond en de trein kwam er niet. En op een gegeven moment kwam er dus een goederentrein voorbij en op dat moment werd er verteld wat er met mijn trein aan de hand was. Nou, als een goederentrein dus bij station Alexander langskomt, dan hoor je echt niks. Dus dat is zo'n moment waarop ik denk van ja, waarom staat er niet op het bord gewoon wat er aan de hand is? Dan hoef ik niet op dat omroepenbericht te letten. Ja, wie hebben er wel eens moeite met lezen op schermen als de zon schijnt? Ja, ik zie ook wel allemaal handen. Nou, dat is ook weer zoiets. Hè. Als je je website bouwt, zorg ervoor dat er voldoende contrast is. Want als er voldoende contrast is, dan heb je daarmee ook de mensen die buiten in het zonnetje zitten en lekker zomers op hun tablet nog willen lezen. Ja, lastige werkplekken. Hebben mensen wel eens in de trein gezeten? Ja, ik heb het een paar keer gedaan. Ik heb voor de provincie Groningen wel eens wat werk gedaan. En dan zit je 3 uur lekker te werken in de trein. Dat is echt heerlijk. Want hoe noordelijker je komt, hoe stiller die trein wordt, hoe rustiger je kan werken. En dan is het jammer als je er alweer bent. Jij doet dat natuurlijk omgekeerd. maar ja, je hebt daar heel weinig ruimte, dus ruimte voor muis en alles, dat is er niet. Dus ook daar weer is dat toetsenbordgebruik heel erg handig. Dus iedereen heeft wel eens te maken met een tijdelijke beperking. Nou, als we kijken naar websites, dan zitten de problemen vaak onder water. Ja, mijn broer. Toegankelijke afbeeldingen. Als wij naar een plaatje kijken, dan zien wij wat er op het plaatje staat en daar hebben we daarbij een voorstellingsvermogen. Nou ja, als je het plaatje niet kan zien, dan moet je dat dus op een andere manier aanbieden. En dat gebeurt dus onder water met een alt-attribuut bij een plaatje. Een voorbeeld, hier staan 3 linkjes van 3 plaatjes. En als je daar geen goede alternatieve tekst bij zet, dan zie je dit. Als je de plaatjes niet kan zien. En als je geluk hebt, dan leest een screenreader voor volg ons, link naar. En dan gaat hij al die plaatjes voorlezen, 1 voor 1. En je weet precies waar die heen gaat. Als je goede alternatieve teksten bij die plaatjes zet, dus in dit geval Twitter, Facebook en YouTube, dan worden die linkjes ook netjes voorgelezen als link naar Twitter, link naar Facebook en link naar YouTube. Nou, zo ziet dat onder water eruit. Dit is voor de techneuten. Hier zie je alt is Twitter en Twitter wordt dan voorgelezen. En daar hoef je als WordPress gebruiker eigenlijk niet naar te kijken, want in WordPress vul je gewoon het alt-tekst in. En als het goed is, zou dus in het plaatje onder water die alt-tekst komen staan. Is dat ook zo? Ja, ik ben niet zo heel erg thuis in WordPress. Ja. Nou, als je een WordPress besluit om
de tekst onder het plaatje te zetten, laat dan de alt-tekst leeg, want anders wordt alles twee keer voorgelezen. En dat is vervelend. Ja, een oefening. Hier zie je dat logo staan, alles wat hierboven staat. Wat zou je daar als alt-tekst neerzetten? Logo. 2018, wel compleet blijven. Juist. Ja. Overigens, daar komen we straks ook nog op terug. Kleurgebruik is natuurlijk ook heel belangrijk. Als je een beetje slecht scherm hebt, dan zie je hier natuurlijk nauwelijks de linkjes in staan. Dus in doorlopende teksten onderstreep de linkjes. Dan weten mensen, kunnen mensen ook sneller zien waar de linkjes staan in de tekst. En mensen die last hebben van kleurenblindheid, die kunnen dit waarschijnlijk niet eens zien. Je mag ook vet maken, ja. Maar ja, dan moet je dus andere teksten nooit vet gaan maken, want anders ziet het onderscheid weer niet. Ja, ik geloof niet dat we vandaag mensen die blind zijn hebben of mensen die doof zijn. Hè? Dus dan kan iedereen met alle dingen meedoen, behalve misschien de kleurenblindheidstest. Slechthorend, oké. Dan, er komt er straks een geluidsfragment. Als je mij kan horen, dan kan je waarschijnlijk het geluidsfragment ook horen. Tenminste, als het geluid hard genoeg staat. Ja, welk getal staat hier? Iemand? Nou, dan ga ik een stapje verder. Zijn hier mensen die het getal niet zien? Ja, zie je? Ik zie een paar handen omhoog gaan. Kijk, en dit is dus contrast. Als je voldoende contrast eromheen zet, kunnen jullie het getal nu wel zien? Kijk eens. Als je contrast voldoende regelt, kan iedereen het zien. Zo simpel is dat. Ja? Wat ik vanmorgen mensen die bij de Gutenberg talk waren niet heb behandeld. Maar in Gutenberg zit ook een contrastchecker. Als je dus te lichte tekst hebt op een te donkere achtergrond, dan krijg je in de zijbalk in Gutenberg een melding. Test dat eens even als je een blok, dus een oranje achtergrond geeft met een rode tekst of zo, dan komt daar een blokje naast te staan van hé, dit kleurcontrast is te slecht. Dus dat is wel heel mooi. Echt een, ook denk ik, Rians verdienste dat erin is gekomen. Dus dat is wel heel interessant. Dus, Maar ook als je naar je designer stapt, hè? Als je iemand een design laat maken, zorg ervoor dat dit soort dingen goed geregeld zijn. Want dan komen we bij, ik was eergisteren bij de Splash Award van Drupal. Ik ben een beetje CMS onafhankelijk. Maar nee, heel erg. Het maakt mij eigenlijk niet uit. Mensen vragen mij aan mij wel eens van ja, moet je open of gesloten source nemen? Ik zeg, je moet een leverancier nemen waar je samen een biertje mee kan drinken. Toch, Remkes? Nou, ik was bij de awards en ik ben natuurlijk altijd de accessibility fanaat. En naast me zit een kerel en die zegt op een gegeven moment, nou zie ik het. Nou, je ziet dus hier een hele belangrijke tekst staan. Zijn er mensen die het niet kunnen lezen? Ik zie heel veel handen omhoog gaan, ja. Dit stukje, hieronder. Nou, op het scherm waar wij keken, was dit ook al niet te zien. Dit zijn best wel grote letters. En ik weet niet of iedereen dat kan zien, maar ik had er al moeite mee. Of ik kon het, ik had er toen moeite mee. Maar dit is natuurlijk onleesbaar. Nou, dit was de volgende site die genomineerd was. Ik heb ook voorgesteld om volgend jaar ook te kijken naar toegankelijkheid van websites. Want dit is een hele trend om een hele mooie foto neer te zetten en om daar dan een tekst overheen te zetten. En dat mag wel, maar die tekst is waarschijnlijk heel erg belangrijk, want anders staat hij niet op de homepage. Maar en vaak wordt zo'n website gebouwd met een donkere foto. En zodra die live gaat, dan zegt de opdrachtgever van ja, zet deze foto er maar op. En dan heb je dus problemen.
Nou, dit is een boekje. Dit gaat over een boekje en dit gaat over toegankelijkheid. Ik kan het nu heel goed lezen. Ik weet niet hoe het er hier uitziet. Nou, wat je kan doen is, dat tooltje gebruik maar voor als je designs binnenkrijgt in plaatjes, dan kan je de Color Contrast Analyzer gebruiken. Die kan je downloaden van de website van Pacello Groep. We kunnen de linkjes eventueel achteraf nog ergens, denk ik, online zetten. Voor Windows en voor Mac. Mac. Nou, dat ziet er zo uit. Je gaat met die eyedropper, pak je de voorgrondkleur en de achtergrondkleur. In dit geval heb ik de kleur van een willekeurige website gepakt, die groen is. En dan blijkt dus dat de tekst voor normale letters onvoldoende is en voor grote letters wel voldoende. Ik heb de kleuren genomen van mijn presentatie. Nou, dan zie je dat alles groen is. Dus, yes, dank je. Heb ik nog 10 minuten? Zo, time flies. Nou, als je dan met die kleuren bezig bent en je wil toch een beetje aan je eigen kleuren houden, dan heb je Accessible Colors op accessiblecolors.com. En daar geef je de voorgrond en de achtergrondkleur op. Nou, dit is de kleur van de WordPress.org. Die is dus niet goed, want die heeft een te laag contrastratio. En dan komt je met alternatieven die dicht bij die kleuren zitten. Dat hebben we dus gedaan voor bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit. Die hadden al een heel kleurenspectrum vastgelegd staan. En we zijn gewoon alle kleuren gaan kiezen die dicht tegen die kleuren aanzitten en wel voldoende waren. En ik had het niet verwacht, maar ze zijn dus afgestapt van de huisstijlkleuren die vooraf bepaald waren. En ze hebben gewoon de kleuren genomen die wel voldoen. Overigens, de website van de Erasmus BH3A4, dan krijg je dus ook een goede structuur. Daar kan ik ook nog even weer Gutenberg technisch op inhaken. Ik ben echt een fangirl. ook niet behandeld vanochtend, want ik was zo door Litouwers helemaal van slag. Maar je hebt ook een informatieknopje, even dan linksboven, voor de kijkers rechts. Als je inderdaad netjes je koppenstructuur hebt gebruikt in Gutenberg, dan kan je op die i-knop drukken en dan zie je ook een dusdanige H1, H2, H4 structuur. Dus die kan je op die manier ook controleren en ook doorheen springen. Dus het is wel zeker zinvol, inderdaad ook vanuit de accessibility oogpunt. Laat ik even horen hoe zijn screenreader klinkt. Nou, we hebben helaas geen tijd om daar lang over door te gaan. Dit heeft hij uitgesproken zojuist. Beginnend met de link van de pagina, dat wel. Maar je ziet dus dat het gebruik van die afkortingen en ja, dat draagt niet bij aan de leesbaarheid. Inmiddels zag ik trouwens dat van deze site waar ik dit vandaan heb gehaald, dus een presentatie, dit had ik uit een presentatie van 3 jaar geleden, inmiddels hebben ze dus de namen van de dagen voluit geschreven. Dat is dus leesbaarder, maar ook leesbaarder voor een screenreader. Hoeveel minuten heb ik nog? Oh, 5. Ja, dit is ook een ding wat vaak fout gaat, maar misschien gaat het in WordPress automatisch goed. Maar ik loop me al jaren te irriteren aan deze website. Als ik naar deze website ga, dan zie ik dit plaatje altijd heel langzaam tevoorschijn komen. En drie moet raden hoe groot dat plaatje is. Hij komt waarschijnlijk ergens beneden op de begaande grond uit. Zo groot is hij. En als je een beetje weinig data hebt op je mobiel, dan ben je pineut, ja. Dus bewerk ze vooraf naar het gewenste formaat, zodat degene die die plaatje laat ook een snelle website ziet. Ja. Ja. Ja, er zijn elk CMS heeft wel zoiets, maar het staat niet altijd aan, zoals bij deze.
Zijn er mensen die misselijk worden van bewegende rare beelden? Ja, dan moet je even 10 seconden niet kijken. Ik geef wel een seintje als je weer mag kijken. Dan gaan we nu naar het volgende scherm. Er zit een vraag en dan wacht ik even het antwoord af. Ja, je mag weer kijken. Ja, ik heb nog maar 5 minuten dus. Ja, het is een getal onder de 10. Heeft iemand de letters kunnen tellen? De vraag? Nee. Nou, je moet je voorstellen, je hebt tegenwoordig heel vaak van die bewegende beelden op je scherm. Je gaat die tekst rustig, je wil die tekst rustig lezen. Ik heb nu wat overdreven. Maar dit is wat mensen ervaren als je een slider op je scherm hebt die automatisch iedere keer het volgende beeldje laat zien. Nou, dat is lastig lezen. Oh ja, dit was de vraag. Hoe vaak wordt de letter E op het scherm gebruikt? En het antwoord was 9 keer. Nou, zorg ook voor dat als je video hebt of geluid hebt, als je video hebt, dat het ook weer te stoppen is. Zodat mensen die last hebben van die beweging het uit kunnen zetten. Zorg er in ieder geval voor dat je niet automatisch geluiden aanzet. Want mensen met een screenreader, die hebben daar last van. Want die moeten dan heel snel de stopknop zien te vinden. Maar als hun stem er doorheen tettert, hun eigen stem, dan kunnen ze die knop nooit vinden. Dus vermijd dat. Nou, toetsenbordbediening. Probeer eens een dag zonder muis te werken. Dat is heel lastig. Maar op een gegeven moment begin je eraan te wennen. Ik kan het ook niet een hele dag hoor, want ik merk wel dat als je grote afstanden aflegt, dan is een muis best wel handig. Maar er werken heel veel, er zitten in Windows en op de Mac, zijn heel veel shortcut keys om dingen sneller tevoorschijn te toveren. En dus, die zijn vaak sneller dan dat je met je muis bezig bent. Nou, met tab en shift tab kan je door alle linkjes heen bladeren. Houd er wel rekening mee dat iemand die blind is op een andere manier door een pagina bladert dan dat mensen die geen muis kunnen bedienen door een pagina bladert, die het wel kunnen zien. Met tab en shift tab en met enter kan je de knop activeren of met een spatiebalk. Je kan met enter ook linkjes volgen en met de pijltoetsen kan je bijvoorbeeld door slackboxes en door radiobuttons heen wandelen. Nou, en als je het goed doet, dan zie je ook telkens waar je bent, als je website goed in elkaar zit. En dit is iets wat heel veel designers afschuwelijk vinden, dat je randjes ziet. Dus die zetten ze vaak uit. Maar dat is dus niet praktisch, want iemand die van het toetsenbord afhankelijk is, die ziet niet waar die is. Dus dit is jouw tool om dat te testen. Wat je moet doen is, je opent je eigen website, je gaat bovenaan beginnen met tabben en dan tap je door alles heen en je moet op elke plek moet je kunnen zien waar je bent. Je moet kijken of je overal kan komen, dus ook op de menuknop, dat hamburgermenuknopje, die is vaak niet bereikbaar. Kan je alles bedienen, kan je zo'n menuknop bijvoorbeeld ook weer openmaken en weer dicht. En loop je nergens vast. Vroeger kwam het nog wel eens voor dat als er een videootje of een landkaartje op je website zat, dat je in het kaartje bleef en dan kon je er met de taptoets niet meer uit. Dan moest je even met de muis erbuiten klikken. Nou, iemand die blind is, die gebruikt geen muis. Nou, volgens mij zijn we er dan. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. En als er vragen zijn, dan kan je op Twitter kan je je vraag stellen. Op LinkedIn zijn er groepen die gingen over webrichtlijnen, maar daar worden niet zo heel veel vragen meer gesteld. Er is een meetup, Inclusive Design and Accessibility. Dat is zijn hele leuke bijeenkomst, heel leerzaam vaak ook. En als je frontender bent, dan kan je ook naar de Slack van Frontiers. Er zit ook een accessibility groep. En ook daar kan je, zelfs ik stel daar wel eens vragen en krijg er hele nuttige antwoorden terug. Dankjewel. Oké, applaus voor Jules.